Enfin. Ah, Richard Groenendijk in 1995. Hij werd tweede tijdens het Kamarettenfestival met onder meer deze sketch over een Amsterdamse vrouw die vertelt over de dood van haar man. En toen krijgt hij dus pijn op zijn borst en uitstraling naar die linkerarm. Nou, dan denk ik niet gelijk aan het hart. Nee. Voor Richard Groenendijk zelf telt Kamaretten niet echt mee. Hij vindt dat zijn oeuvre pas in 1998-99 begint. 10 jaar geleden dus, en daarom dit seizoen die terugblik. Nou ja, nee, ik vind het niet vroeg. Ik heb het ook gedaan omdat eigenlijk bij de Adem van de Nacht Chinees, dat is dus 2 programma's geleden, dat het pas echt een beetje ging lopen. En pas bij het vorige programma dat echt het publiek ontdekt had wie ik was. En ik vond het zo'n zonde van die eerste 4 programma's. En ik had heel erg behoefte om de afgelopen 10 jaar in zijn perspectief te zetten. Mind the Gap, Gluur, Nep, Ego, De Adem van de Nacht Chinees en Na de Wedstrijd. Het zijn de programma's van Richard Groenendijk van de afgelopen 10 jaar. In het begin was het bikkelen. In 2005, bij De Nacht Chinees, begon het een beetje te lopen. Betekent dat ook dat je je voor die tijd een beetje miskend voelde? Nee, want ik moet zeggen dat ik altijd over het algemeen, je hebt natuurlijk elke show wel een slechte recensie erbij, maar goed gerecenseerd ben. Alleen, De Adem van de Nacht Chinees was een enorme stap, zeg maar. Dat was voor de eerste keer dat ik alle uiterlijke vertoon eruit gooide en alle verkleedpartijen en typetjes, en dat het een heel persoonlijk programma werd. Trouwens, ik vroeg laatst aan mijn moeder of zij nog wist hoe of ik had geheten als ik was geboren geweest als meisje. En toen ging ze voor me staan met de Zuid-Hollandse spiegelkap aan de zijkant van haar kop. En toen zei ze, dat weet ik dus niet meer. Maar ik weet nog wel dat we tegen elkaar zeiden, toen we je zo in dat wichtje zagen liggen. Als het een hondje was geweest, hadden we het laten inslapen. Als je begint heb je heel erg dat dan zeg maar de glans van het vak of zo je aantrekt. En als je eenmaal een paar jaar bezig bent, dan merk je dat het interessantste is om de verdieping in het spelen te gaan vinden en in het maken en met de regisseur sparren. Dus ik zeg tegen die vrouw, alleen maar om gewoon een praatje, om aardig te doen. Ik zeg, nou mevrouw, het is warm hè, nog deze week. Toen mijn man zo oud was als u, had hij gewoon werk overdag. Maar het is ook wel lastig. Kijk, ik ben natuurlijk ook een zoeker en ook in mijn werk. Een beetje een tobber. Een beetje een tobber. Ja. Er hangt natuurlijk al 37 jaar een soort zwaarte aan mij. Maar dat is ook wel. En mensen denken altijd dat ik een hele vrolijke jongen ben. En dat ben ik ook wel. Maar het is goed dat ik die humor heb. Anders dan zou ik het denk ik niet overleefd hebben de afgelopen 10 jaar.